Wij doen vandaag mee met de World Cleanup Day. Wereldwijde actie vandaag om het zwerfvuil op heel de wereld op te ruimen. Het is gewoon een smeerboel. Zwerfafval, de dieren worden ziek van, de hond eet alles op. Zeker in Tilburg denk ik dat ze daar wel echt opkoming zijn daarmee. Als iedereen gewoon zijn rommel bij zich houdt, is de stad ook clean. En gaat u zelf wel prikken? Ja. Ja, zeker? Ja. De bereidwilligheid vanuit de wijk is erg groot. Zo, volgens mij is dit de Turbo Prikker 2000, of niet? Dat is zeker. Waanzinnig apparaat. Oké, ik ben heel erg benieuwd, maar we schakelen eerst even door naar Harry Live. Harry? Ja, Harry, we staan nu in Tilburg-Noord, waar zo meteen wethouder Mario Jacobs de 500 prikker gaat uitreiken aan een vrijwilligster. En ja, de sfeer zit er goed in, maar de spanning is natuurlijk voelbaar. Laten we gaan kijken. Hey, een man met bloemen. Ja. Dat is lang geleden. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Prachtig boeket. En dat bloemetje, dat staat eigenlijk symbool voor onze dank aan alle vrijwilligers. Prik ze en blijf prikken. Ja, prachtig moment. Terug naar jou, Harry. Nou jongens, ik overhandig jullie de prikkers. Ik ben ontzettend blij mee. U moet op uw leeftijd niet meer door de knieën hoeven. Ik geef u een prikker. En als ze vandaag mee zou willen helpen met prikken, dat zou helemaal geweldig zijn. Ik ga het zeker doen. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Mag je hebben? Heel veel succes. Woe.